Franka Sikkink en ik ben bestuurslid van de Houtstek. Franka, voor jullie een feestelijke dag. Kun je onze kijkers uitleggen waar we nu staan? We staan nu voor het gebouw van de Houtstek, multifunctioneel centrum in Slochteren. Na vele jaren inspanningen staat het er dan eindelijk en vandaag wordt het feestelijk geopend. Ja, het is niet een gemakkelijk traject altijd geweest, hè? Nee, maar ja, dat weet je ook als je eraan begint dat dat niet zo makkelijk is. Nee. Ja. Uiteindelijk is het dus nu wel gelukt. Wat was het doel om te bereiken uiteindelijk? Wat moest Slochteren hebben? Nou, Slochteren heeft als een van de weinige dorpen hier helemaal geen eigen dorpshuis of iets dergelijks. Slochteren heeft ook niet echt een centrum. Nou hebben heel veel lintdorpen dat niet. Maar wij misten heel erg een plek waar de dorpelingen samen kon komen. Waar reuring zou zijn, waar dingen georganiseerd zouden kunnen worden. Ja, wat dus waren die belangrijke factoren dan? Een dorpshuis en nog wat andere ingrediënten? Nou ja, een dorpshuis is natuurlijk een plek waar de mensen uit het dorp Slochteren samen kunnen komen. Maar ook voor dingen als cursussen, lezingen, vergaderingen, allerlei activiteiten. Ja. Dat was ons doel om dat te realiseren. Ja, vandaag staan we dan op deze feestelijke dag met ook wat extra gebruikers. Onder andere ook een bibliotheek. Ja, we zijn heel blij dat de bibliotheek ook een plekje heeft gevonden bij ons. Bibliotheken staan natuurlijk ook onder druk of die in de dorpen allemaal wel kunnen blijven. En we zijn heel blij dat ze bij ons in ons multifunctioneel centrum zitten. Ja, wat gaan jullie voor activiteiten nu ontplooien? Wij als bestuur? Wij zijn geen bestuur wat zelf allerlei activiteiten organiseert. Wij willen heel graag de mogelijkheid bieden voor iedereen die dat wil om hier activiteiten te organiseren. Dus mensen kunnen zich bij ons melden als ze een leuk idee hebben en dan als dat past binnen onze doelstellingen, dan is daar plek voor. Ja, vandaag hebben jullie die officiële opening. Jullie zijn al een tijdje aan een proefdraai, laten we het zo maar even omschrijven. Zeker. Hoe gaat dat? Ja, het begint steeds beter te lopen. Mensen beginnen het steeds beter te vinden. We krijgen ook steeds meer vrijwilligers die zich willen inzetten. Dus ik ben er heel positief over. Ja. Ik krijg ook hele positieve reacties. Ik hoor jou nou zeggen van steeds meer vrijwilligers. Je zoekt nog vrijwilligers. Ja, we zoeken nog vrijwilligers. Ja, nou, bij deze, wat zoek je? We zoeken vrijwilligers voor het beheer, de schoonmaak, bar, activiteiten. Maar ook om met ons mee te denken over leuke dingen hier voor het dorp Slochteren. Ja, wat moeten mensen kunnen? Ja, dat ligt eraan. Ik zou het eigenlijk willen omdraaien. Iedereen die zegt dit of dat, dat kan ik goed en dat vind ik leuk om te doen, meld je bij ons. Want dan moet het al heel raar lopen dat wij daar niet een leuke taak hebben. Ja. Dus, Gewoon even aanmelden via de website. Gewoon aanmelden via de website of op van dinsdag tot en met vrijdag tussen 10 en 5. Gewoon hier even langslopen. En vragen naar de mensen die hier werken en die weten er alles van. Ja. Nou is de Houtstek klaar, alleen het plein eromheen, daar moet nog wat gebeuren. Wat willen jullie daar nog graag? Dat is ons een doorn in het oog, want al het vieze zand en zo loopt naar binnen in ons nieuwe gebouw. Wij vragen al jaren om dat dit plein netjes wordt heringericht en bestraat. Maar dit is de grond van de gemeente, dus die gaat daarover. We zijn al heel lang bezig om dit voor elkaar te krijgen. En eindelijk kunnen we nu de feestelijke opening vieren. Ik ben heel blij dat jullie met zoveel mensen aanwezig zijn om dit samen met ons te vieren. Ik zal geen lange toespraken gaan houden. Daarvoor hebben we mensen uitgenodigd. En wat er vandaag gaat gebeuren is dat we vooral de naam gaan onthullen van het pand. En daarna gaan we feest vieren. En kan iedereen nog binnenkijken in de Houtstek, het multifunctionele ontmoetings- en activiteitencentrum. Jullie zijn allemaal van harte welkom om binnen even te komen kijken. Ik geef nu eerst even het woord aan de wethouder en daarna meneer Louters voor de officiële opening. Dankjewel.
Ja, dames en heren, het is inderdaad een hele fijne dag die we hier vandaag met elkaar mogen beleven. Want na heel veel jaren voorbereiding kunnen we nu eindelijk de officiële opening van de houtstek met elkaar vieren. De eerste plannen, ideeën heb ik gezien, dateren uit 2016. Vervolgens is er heel lang nagedacht over hoe het er allemaal uit zou komen te zien. En de bouw startte 2019, 2020. Het is uw plan. Geniet ervan. Maak er iets moois van met elkaar. En ik weet zeker, het gaat helemaal goed komen. En dan gaan wij nu proberen. We hebben al even geoefend hoe het moet. Wilt u misschien zelf nog iets zeggen op deze manier? Ja, hè? Daar even mevrouw. Goedemiddag allemaal. Het is sinds 1850 dat op deze plek een houtstek is gevestigd. Door de jaren heen is dat een bekendheid geworden in Slochteren en heel de omgeving. En het is mijn vurige wens. De mensen hebben altijd gezegd, ik ga nog even op Tolstek tel. En ik hoop dat er in de toekomst nog velen zullen zijn die die uitspraak ook zullen doen en dat u hier een fantastische tijd krijgt met elkaar. Het is voor mij een grote eer dat ik samen met de wethouder op deze historische plek, deze historische naam, die gelukkig voor Slochteren behouden is gebleven, op deze unieke locatie, mag ik samen met de wethouder de opening verrichten. En ik wens u heel veel succes en nog vele goede jaren samen doen. Dank u wel. Ja, ja, ja.